De tip is een woonwijk in Zwolle, de nieuwste woonwijk die eraan komt. Dat is een onderdeel van Stadshagen. Er komen ongeveer 1250 woningen. En we hebben als ontwikkelende partijen en gemeenten samen nagedacht over hoe we daar een duurzame gebiedsontwikkeling willen doen. Dus eigenlijk is die hele wijk, die staat in het teken van dat dingen anders moeten. Nou, wij hebben in deze wijk hebben wij ruim 250 woningen die we zelf mogen ontwikkelen. Ik hoop dat deze studenten mij gaan verrassen, dat daar dingen uitkomen die wij weer mee kunnen geven aan de architecten en bouwers. Van ja, dit is wat de studenten bedacht hebben. Kun je daar wat mee? Kun je dat nou integreren in jullie eigen ontwerp, in jullie eigen uitvoering, om ons te helpen om een bijdrage te leveren aan een circulaire woonwijk in de Tippen? Nou, voor dit project komen eigenlijk drie dingen heel mooi samen. Enerzijds willen we het eigenaarschap stimuleren van de student. We willen ze laten samenwerken. We hebben een wedstrijdelement, een landelijke wedstrijd. Dat is heel motiverend. En een echte opdrachtgever. Dus wat ze ontwerpen, dat doet ertoe. En daar gaat ook iets mee gebeuren. Een van de problemen waar we voor staan is hoe zorgen we dat de wereld duurzaam wordt. En dat wij minder nieuwe grondstoffen gaan gebruiken. En circulariteit is daar eigenlijk het thema in. Daarom is het superbelangrijk dat jonge mensen op school leren om anders te kijken, anders te ontwerpen, zodat we de waarde van onze grondstoffen zo lang mogelijk goed kunnen houden en ze goed opnieuw in kunnen zetten, zodat we ze niet meer uit de bodem hoeven te halen en dat we van de fossiele energie afkomen. De studenten hebben heel veel ruimte in elk geval om die opdracht zo in te richten, aan te vliegen, te ontwerpen zoals zij denken dat de toekomst eruit gaat zien op het gebied van circulariteit. Nu is het echt van, we moeten iets maken wat daadwerkelijk ook gemaakt kan worden, laat ik het zo zeggen. Dus dat is wel best wel een uitdaging. Wat heeft het voor jou anders gemaakt dan andere lessen? Nou, het motiveert wat meer. Kijk, bedoel, als jij een les hebt, dan, nou ja, dan krijg je een projectopdracht, moet je ook wat ontwerpen. Nou, in principe, meestal gaat het dan van, dan ontwerp je wat, dan komt zuiver op te staan, gaat het de papierbak in. Nou, nu doe je het wel echt ergens voor, dus dat motiveert dan wel. En, nou ja, dat maakt het eigenlijk wel anders. Ik vond het wel een leuke opdracht. Het was wel moeilijk in het begin. Ik bedoel, we hadden heel veel ruimte en wisten niet waar we aan moesten denken. Maar ons resultaat, wat we hebben neergezet, daar zijn we wel trots op.